70 Nederlanders gaan eind augustus op expeditie naar Spitsbergen. Onder hen 50 wetenschappers, maar ook bekende Nederlanders als Stientje van Veldhoven, Ramzi Nasser en Peter Kuipers-Munneke. De groep gaat onderzoek doen op het eiland Etjeuja, waar 40 jaar terug ook Nederlanders waren. Maarten Lonen van het Arktisch Centrum van de Rijksuniversiteit Groningen heeft jarenlang geijverd voor de expeditie. We gaan naar de oostkant van Spitsbergen, Etjeuja. Dat is een eiland aan de oostkant van Spitsbergen, waar vroeger een Nederlands station was, waar ze allerlei ecologisch onderzoek hebben gedaan. En we weten dat het daar ontzettend veranderd is. Een doel van de expeditie is om dit eiland en het werk wat we daar doen op de kaart te zetten. En we hebben daarvoor ambassadeurs nodig die dat gaan vertellen. En juist die bekende mensen, die kunnen het belang van ons werk verder uitdragen. En we zijn dus ontzettend blij met politici aan boord. We zijn ontzettend blij met kunstenaars aan boord. Omdat die een andere taal spreken dan wij als wetenschapper. En die hebben we nodig om dit gebied te beschermen. Om een stapje verder te komen met bewustwording. Maarten Lonen gaat al jaren voor onderzoek naar Spitsbergen. Hij heeft daar het klimaat langzaam zien veranderen. Deze expeditie heeft vooral als doel om onderzoek te doen naar die klimaatveranderingen en de gevolgen daarvan op het ecosysteem. De plek waar ik zit op Spitsbergen, daar heb ik gewoon de gletsjers heel ver weg zien trekken. De ganzen die ik bestudeerde die daar komen, die komen 10 dagen eerder om te broeden. Hoe reageren de ganzen op de veranderde vegetatiegroei? Hoe reageren de vossen op de veranderde aanwezigheid van ganzen en een moeilijkere winter? Want wij weten eigenlijk zeker dat, terwijl het misschien daar warmer wordt, maar voor die beesten die gespecialiseerd zijn in de poolwinter, zijn de huidige winters een ramp. En dat is ook wel een persoonlijke boodschap die ik wil overbrengen. Dat de wereld verandert en als we niet oppassen, dan raken we dingen kwijt. En het is daar zo spectaculair, zo kostbaar, dat het ook verdient om aandacht te krijgen en bewustwording te creëren.